De regionale verkiezingen zorgen voor een heuse aardverschuiving op de banken van het Vlaams parlement. Om en bij de helft van alle parlementsleden zijn vernieuwd. Vanaf oktober start voor hen het echte werk. Actua TV wacht echter niet zo lang om hen aan u voor te stellen. Nieuwe Leeuwen leidt de nieuwe parlementsleden voor het eerst binnen in de plenaire zaal van het Vlaams parlement. Ik ben Philippe Antonis. Ik ben burgemeester in Lokeren sinds 2001. Ik heb al wat politieke ervaring opgebouwd in de federale kamer, want ik zit daar sinds 1995. En op 7 juni ben ik verkozen als kersvers Vlaams parlementslid. Laten we even terugkeren naar de dag in de avond van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Hoe is die verlopen voor u? Wel, ik had een beetje een gemengd gevoel. Mijn partij, Open VLD, heeft natuurlijk de verkiezingen verloren. Een zeer jammere zaak. Ik zelf heb het eigenlijk vrij goed gedaan in Lokeren. Samen met Gerardsbergen zijn we eigenlijk het enigste kanton waar de VLD nog gestegen is. Dus ik heb een beetje een gemengd gevoel. Maar Open VLD heeft verloren. Dus ik denk dat enige bescheidenheid past in de komende dagen en de komende maanden. Wie hebt u als eerste verwittigd toen u wist dat u verkozen was tot Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik heb als eerste naar mijn moeder gebeld. Mijn moeder en mijn vader volgen natuurlijk ook mijn carrière een beetje. En het is toch wel belangrijk, vind ik, dat mijn familie ook op de hoogte is van het resultaat. Dus ik vind het mijn taak eigenlijk om als eerste naar mijn moeder en mijn vader te bellen voor een keer te zeggen hoe dat geweest was. Wat staat u te wachten als Vlaams volksvertegenwoordiger en beseft u dit al? Ik denk het wel. Ik heb zelf al een beetje politieke ervaring natuurlijk. Ik zit sinds 1995 in de Kamer. Ik heb ook 2 jaar in de Senaat gezeten en nu kom ik in het Vlaams parlement. Dus ik weet wel ongeveer hoe het politieke bedrijf in elkaar zit. Ik heb de nodige ervaring ook opgebouwd op lokaal vlak. Dus ik denk dat ik wel een meerwaarde kan betekenen voor het Vlaams parlement, ook al zeg ik het zelf. Politiek is soms een hard en meedogenloos beroep. Kan u hard genoeg zijn om het hier waar te maken? Oh, ik denk het wel. Het is natuurlijk altijd moeilijk om dat van uzelf te zeggen. Ik zeg het, ik heb al een beetje ervaring opgebouwd. Politiek is een harde stiel. Het is maar hoe je het bekijkt. Men moet natuurlijk zijn mannetje staan. Men moet opkomen voor zijn idee. Maar men moet er op tijd en stond voor zorgen dat de andere collega's ook wel weten dat men er staat. Maar hard, ja, dat wordt altijd gezegd dat politiek hard is. Voor mij valt dat allemaal wel nog wel mee, vind ik. Op wat mogen de kiezers u afrekenen? Afrekenen? Ik ben eigenlijk een verdediger van het lokale niveau. Ik ben burgemeester. Ik vind dat steden en gemeenten meer mogelijkheden, meer middelen moeten krijgen, ook meer autonomie. Dus ik zou toch wel de komende 5 jaar hier in het Vlaams parlement een inspanning willen doen om steden en gemeenten beter te verdedigen. De gemeente is eigenlijk het niveau dat dichtst bij de bevolking staat. En ik vind het toch wel belangrijk dat daar meer mogelijkheden voor komen. Dus men mag mij daarop afrekenen. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Wel, zoals ik zei, wil ik opkomen voor steden en gemeenten. Daarnaast is een van mijn dada's ook de mobiliteit. Ik ben van Lokeren, ik ben afkomstig uit het Waasland. Lange wapper historisch, noem maar op, in Antwerpen. Dus ik denk dat mobiliteit een van de belangrijkste problemen zijn vandaag de dag. Dus daar zou ik mij toch ook wel mee willen bezighouden. Dat alles wat vlotter kan verlopen in het verkeer. Geen eenvoudige opdracht, dat moeten we ook zeggen. Nee, dat kan niet op 1, 2, 3 opgelost worden. Maar daar wil ik mij toch ook wel zeker op focussen. Op welke dossiers zal u zich toeleggen en waarom? Ja, zoals gezegd, ik heb het eigenlijk al juist gezegd, dus ik ga mij vooral bezighouden met steden en gemeenten te verdedigen. Met de mobiliteit in gans Vlaanderen, specifiek Waasland en Oost-Vlaanderen natuurlijk, omdat ik van daar afkomstig ben, omdat ik verkozen ben in Oost-Vlaanderen. En ik zal mij ook wel een beetje bezighouden met het inburgeringsdossier. Ook zeer belangrijk in onze streek ook, dus dat de mensen die niet afkomstig zijn van Vlaanderen en van België, dat die toch op een deftige manier ingeburgerd geraken. Vooral van rechten en plichten. Daar wil ik mij zeker ook mee bezighouden.
Hoeveel tijd zal u spenderen aan uw job als Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik spendeer natuurlijk een beetje tijd aan mijn burgemeesterschap in Lokeren natuurlijk. Maar voor de rest zal ik zeker bezig zijn hier in het Vlaams parlement. Ik heb het voordeel dat een aantal gemeentelijke bevoegdheden eigenlijk sterk aanleunen bij de bevoegdheden waar wij ons in het Vlaams parlement mee bezighouden. Dus een beetje een wisselwerking. Maar ik ben natuurlijk gans de week bezig met die twee taken op een deftig manier in te vullen. Hoe zal u zichzelf evalueren of u goed bezig bent of niet? Voor mezelf evalueren, ik denk dat als politieke dat er eigenlijk maar één grote evaluatie is. Dat is de evaluatie van de kiezer. Binnen 5 jaar zullen we kijken wat de kiezer denkt over mijn werk, over het werk van mijn partij. Open VLD heeft verloren, er is dus veel werk om het spel te doen kantelen, laat het mij zo zeggen. Maar voor mezelf hoop ik toch ook binnen 5 jaar een deftig resultaat te halen. Zoals ik zei, de kiezer is de grootste evaluatie die een politieker zich kan inbeelden.